De bekende Nederlandse persoonlijkheden die het hardst roepen dat ze niet bang zijn voor de juice-kanalen, lijken vaak juist het meest te verbergen te hebben. Ditmaal is het Jeroen van der Boom die een ijskoude reality-check krijgt. Jeroen van der Boom heeft geprobeerd om de aandacht weg te trekken van de juice-kanalen door zijn woede uitbarstingen tegen zijn personeel alvast toe te geven. Hij beweert niet bang te zijn voor de juice-kanalen, maar is dat wel terecht? Bij een van de bekendste kanalen, Juice Channel, wordt vandaag genadeloos op hem ingehakt. Opmerkelijk gedrag. Het is duidelijk dat Jeroen geen verstandige zet heeft gedaan, vindt het kanaal. Jeroen, heb je niet geleerd dat het praten over juice-kanalen in interviews vaak voor de nodige opschudding zorgt? Of vind je dat misschien juist leuk? Uitgestoken tong, een insider van het kanaal, onthult een boekje. Hij is echt een van de meest achterbakse personen in Hilversum. Het verbaast me dat hij deze uitspraken doet. Hij is standaard arrogant en onaardig tegen het personeel achter de schermen. En niet alleen in het laatste kwartier voor de uitzending, hoor. Woedeaanval bij HLF8. Volgens deze bron is Jeroen een van de beste vrienden van John de Mol. Dat is waarschijnlijk de reden waarom hij steeds op tv te zien is. Backstage bij HLF8 ging hij compleet los tegen een redacteur. De bron gaat verder. Toen iemand uit zijn team hem influisterde dat die redacteur een favorietje van Johnny was, gedroeg Jeroen zich plotseling poeslief tegen de jongen die hij 10 minuten daarvoor nog van alles had verweten. Alles om in het gevlei te blijven bij papa, John. Arrogante artiest. Een andere insider is ook geen fan van Jeroen. Hij is de meest arrogante artiest die ik ooit heb meegemaakt op een festival. Ik moest hem aankondigen in een uitverkochte feesttent. Ik wilde hem gewoon begroeten en een hand geven. Meneer had geen tijd, wuifde het weg en snauwde me af. De bron vervolgt, ik heb hem keurig aangekondigd op het podium, maar toen ik die nare reactie kreeg, zei ik, oh, dus jij bent zo. De technici lagen dubbel van het lachen. Jeroen werd nog iets bozer, tranen van geluk, weet je wel wie ik ben? Op het kanaal worden ook 3 verschillende incidenten gedeeld waarbij Jeroen zou hebben geroepen, weet je wel wie ik ben? En zijn vrouw is net zo, een tijdje geleden belde ze naar mijn werk omdat ze iets van ons wilde huren. Toen het haar duidelijk werd dat ik niet wist wie ze was, zei ze, weet je niet wie ik ben? Ze is echt een arrogante vrouw die maar al te graag wil laten weten dat ze de vrouw van Jeroen van der Boom is.